Ik geef wel een opzien. Met een image. Dit zijn de instellingen van upscanning. En daar kun je dus op goedemiddag. Upscanning is een leuk programma voor het vergroten van beelden. Al zit er hier en daar wel wat addertjes onder het gras. Voor een gewone foto. En we gebruiken op dit moment even de volgende instellingen. Ik geef er een foto. Selecteren. Sorry, mijn stem is een beetje aan de slechte kant vandaag. Maar ik pak even een PNG. Dat is in verband met de juiste grootte die ik heb. En een foto is eigenlijk maximaal 4 keer. Nou is het 4 keer 5000 pixels al behoorlijk groot. En dat zie je ook hier aan het uitvoerformaat 22.000. Je zou dus kunnen zeggen van ik ga naar maximaal 2 keer. Dat is een heel mooi formaat in vergroting. En de volgende optie is die je kunt instellen. Kijk, elke foto die met een digitale camera genomen is, is in feite digitaal. De foto, zoals wij die kennen, het negatief, positief, dan zou ik dus een van deze instellingen gebruiken. Maar aangezien het dus eigenlijk een digitaal beeld is, gebruik ik mijn filter om het te vergroten, dus als digitaal aard. Selecteer een folder waar je dus de output heen zet. Ik kan hier ingeven en eenmaal invoeren. Ik heb hem op een speciale map staan. Moet ik even zoeken. Dan ben ik hem ook even kwijt. Oh, wat heb ik zitten in de C. Ik moet hier in de C zitten. Ik zit in de D-schijf. Nou, select folder. Het enige wat we nu moeten doen is we klikken op upscaling. In ieder geval wacht ik even. De uitvoer is geen 300 dpi, moet ik er gelijk bij zeggen. Het is een lower resolution, 72 dpi. En die zou je dus in de naderhand gewoon naar 300 kunnen zetten. Als je datzelfde beeldformaat behoudt, dan verlies je er in feite niks op. Nou, dit duurt even. Ik pak even in alle rust af. Meer kan ik ook niet doen. Processing. Mooi. Goed. Hier zien we het. Ik ga even verschuiven. Dit is het origineel. En dit is de vergrotings. Je ziet dat hij dus eigenlijk al heel veel details wat wel wat afvlakt. Dus hij doet sowieso een reuze vermindering. Maar ja, dat is eigenlijk alles wat dit programma doet. Wat ik nog kan doen, is het verschil laten zien tussen dit en bijvoorbeeld een general foto. Dus gaan we eigenlijk in principe hetzelfde weer doen. Dan laat hij dit staan. Dan gaan we weer upscaling gebruiken. En dan kijken wat hij dan doet. Om wat duidelijker verschil te laten zien. Niet dat het omzetten op een heel stuk langer duurt. Ook minder snel. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier hoe het filter. Die hier dus voor gekozen is, in principe werkt, hoe diep het gaat. Ik
principe kun je digital kun je tot maximaal 16 keer vergroten. Ik heb het er al door gedaan. Je krijgt een output van tussen van gemiddeld zo'n 5 bij 7 meter. En dit soort grote beelden moet je natuurlijk niet van dichtbij gaan bekijken, want dat gaat niet werken. Het is altijd een bepaalde afstand nemen en van je scherm om te kijken van hoe of wat. Maar ik kan wel vertellen, de lijnen zijn scherp en dat is een van de belangrijke dingen. Normaal bewerk ik mijn foto's naderhand nog in een Affinity Photo met een soort macro om toch nog wat details die er toch nog misschien nog zitten, nog iets naar voren te halen. Dus nog een beetje een extra verscherpingsfactor. Nou, het begint al uit de hand te lopen. Dus ik hou hem op even dicht. Goed, het beeld is gemaakt, is opgeslagen, origineel. En dit is de vergroting. Je ziet toch al hier ten opzichte van de eerste vergroting, dat ik hier toch meer, ik moet het hier doen, dat mijn ruis hier toch een stuk vermeerderd is in plaats van verminderd. Dat is een kwestie van experimenteren wat voor uw afbeelding het beste uitkomt. Goed, dit was het. Eventuele vragen kunt u dus op de site stellen. Dank u.